Dit is de eerste ceremoniële handeling, generaal. Ik zou u willen vragen om deze mooie nieuwe trainer te openen. En op de MSD school doen we dat natuurlijk niet met het doorknippen van een linkje, maar met het doorknippen van een brandslang. Ik wil zeggen dat het onwettig is om met een brandslang door te knippen. Ja, maar het is een huis. Dat loopt niet elke dag. Kan die? Ja. We gaan naar binnen. Als u mij wilt volgen. Waar niet aan staan. Ja. Uiteindelijk wordt hier dan de brand ontdekt. We zijn hier op de bouwlocatie aangekomen voor de nieuwbouw van gebouw Pyromaan. Naast mij, achter mij, ziet u een artist impression van het nieuwe gebouw. De functies van dit nieuwe gebouw zijn velerlei. Er komen kleedkamers in, er komen kantoren in. Onze nieuwe persluchtmoot komt erin. De andere functionaliteit die het krijgt is de oude functie van de MAD-moot. Dat is de moot van de medische actiedienst. Laatste onthulling, generaal. Normaal gesproken bij een onthulling maken we gebruik van een mooie fluwelen lamp. Nou, niet op de MCD-school natuurlijk. Dan doen we dat met een branddeken. Dus geen eerste heipaal, ook geen eerste steen, maar wel de eerste gevelplaat. Dus generaal, ik zou u willen verzoeken om deze brandteken van de gevelplaat te gebruiken. Nou, dit is de gevelplaat die bij de ingang op de gevel zit. Dat netjes.